deze beschouwing. Die is naar aanleiding van een aantal reacties die ik gekregen heb van een vrouw op een van mijn blogs. Hoe noem je dat? Podcast of zo. Een van mijn beschouwingen. Nummer 86. En daar kwam een heel verhaal achteraan met allemaal persoonlijke dingen. En ja goed, die staan op YouTube. Je kan zelf gaan kijken. Ze heet Amy. Dat is een Amerikaanse naam. A-M-Y. En dan Grace. G-R-A-C-E. Het kan zijn dat zij Amerikaans is. Het Nederlandse zitten wat van die verbouwingen, dingen, vergipsingen. Maar dat weet je niet zeker. Misschien is ze toch Nederlands. Ook Nederlandse mensen maken wel eens vergissingen als ze typen. En ze zijn geëmotioneerd. Ik heb te doen met die vrouw. Ze heeft een verhaal verteld dat ze het contact met een van haar kinderen zo goed als kwijt is. En dat haar man die had een affaire met een andere vrouw. En niemand vond dat erg. En ook iets met dat haar eigen moeder een toxisch persoon is. En dat is lastig hoor. Door mijn moeder, dat is ook geen lievertje. Ik weet nog dat ik een keer daar was, hè, bij mijn moeder. En dat haar man, dat is niet mijn vader. Maar haar man die wilde iets met de stereo installatie, hi-fi installatie. Die wilde surround sound of zo. Om dan, als je filmpjes aan het kijken bent, dat geluidje om de oren vliegt. En dan wilde hij van mij een beetje advies. Wat dacht ik dan? En zou je dan dit doen of zou je dan dat doen? En dan zei hij tegen mij van ja, ik heb daar wel wat ideetjes geopperd. Maar zei hij, dan reageert je moeder erop, joh. Oh. En zei hij, en dat doet ze wel vaker hoor. En dan schrik ik me helemaal kapot. Dan denk ik, ja. Ja, ik weet het. En tussen die mensen leef je. Hè? En daar valt niks aan te doen. Die mensen, daar ga je mee om. Of ze gaan met jou om. En deze vrouw, die dus reageerde met persoonlijke verhalen. Ja, die weet ook dat de overheid en de media volop tegen ons zitten te liegen. Ja, daar word je niet blij van, of wel? En die mensen die gaan ook met ons om. En zij heeft haar hoop gevestigd op Donald Trump. Ja, ik hoop dat dat waar is, maar Donald Trump loopt volgens mij aan de leiband van de paus. En ben je uitgekomen bij de paus, dan ben je uitgekomen bij de antichristen. Dus dan lijkt het wel alsof Donald Trump alles gaat bieden, maar voor zover hij iets goed doet, is het alleen maar zoveel dat hij goed doet. En de rest niet.
Hij gaat niet alles goed doen. Waarom zou die? Als hij aan de leiband loopt van de paus. En dat doet hij volgens mij. Dus tja. En dat gaat voorlopig niet voorbij. Dat de paus de baas is, bedoel ik. Want die jongens en meisjes, Angela Merkel behoort er toe. Alle grote jongens uit de geschiedenis. Sinds ja, dat de katholieke kerk er is. Al die grote jokers, die hoorden allemaal bij de paus. Jozef Stalin was van de paus. Adolf Hitler ook. En die Brit, weet ik alweer, Churchill. En die Amerikaan, Roosevelt. Allemaal aan de leiband van de paus. En die paus die gaat maar door. Met zijn misselijkmakende. Hoe moet je dat noemen? Zijn misselijkmakende strategie. Hij neemt zoiets als die massale immigratie. Dat trekt een enorme wissel op onze maatschappij. En wij kunnen dat helemaal niet dragen. Het is bijna zo dat wij een inburgeringscursus nodig hebben om te wennen aan het nieuwe Nederland. Waarbij slecht Nederlands spreken erbij hoort. Want anders ben je. Ja, anders sluit je mensen buiten. Ik las zo'n krantenartikel van een. Het was een Pakistaans. Het was een Pakistaanse vrouw. Die was met de vader en de moeder naar West-Europa gekomen. Eerst een tijdje in Engeland verbleven. Nu zaten ze in Nederland, ze hadden allemaal dure baantjes gehad. En ze was nu journalist bij een krant. En ze beklaagde zich over de structuur van het Nederlands. Dat zij. Ja, zij had er moeite mee. En zij stelde voor om het Nederlands maar te vereenvoudigen. Zodat mensen zoals zij ook mee konden doen in het correct Nederlands schrijven. Dan was dat ongetwijfeld een grapje. En ik denk er tevens bij van ja, eigenlijk is het geen grap. Want ik snap al wat je bedoelt. En hoe ver zijn we van. Hoe ver zijn we daar vandaan? Hoe ver zijn we daarvan af? Van dat moment. Ik zou het niet weten. Ik ken iemand en die is nou 23 of zo. En die is opgegroeid hier in het centrum van Arnhem. En tijdens zijn schooltijd was er gezeik en gesodemieter met buitenlandse kinderen. En die gedroegen zich echt niet. Het lag niet aan hem. Ik ken ook het verhaal van een Nederlands jongetje en die moest van school af. Want hij werd afgeperst door Marokkaanse klasgenoten. Of schoolgenoten. Die Marokkaanse jeugd perst dan een Hollandse jongen af. En die Hollandse jongen moet dan maar van school. En dit is echt waar. Die moeder heeft mij dat verteld.
Waarom zou die moeder daarover liegen? Die was alleen maar ontzet. Nou is die moeder een alleenstaande moeder en nou ja, dat is dan ook weer niet goed. En dat heeft niks te maken met die buitenlanders. Maar we zijn onze moraliteit behoorlijk kwijt. Op alle fronten. En dat is zorgelijk. En die vrouw in kwestie, die reageerde op mijn video's. Ja, die was boos en die zei van ja, en ik ga niet meer voor andere mensen zorgen. Ik ga voortaan eerst voor mezelf zorgen. Ik weet niet of je daarmee redt. Ik kan het me goed voorstellen hoor. En je zal mij niet tegen haar horen zeggen dat ze dat niet mag. Dat ze daar niet voor mag kiezen. Natuurlijk wel. Natuurlijk mag ze dat. Ik hoop dat het haar goed gaat. Maar voor veel mensen in deze samenleving denk ik, jeetje, jeetje, jeetje. Neem mijn dochter, hè, die, en daar ben ik dan heel blij mee, dat ze af en toe dan nog contact heeft met mij. En dat ze uit zichzelf dan mij belt en een keertje langskomt en zo. Maar de laatste keer dat ze er was, toen ja, zou ze niet lang blijven. Nou, vind ik dat toch helemaal niet zo erg. Ze moest naar huis en ze was moe en ze woont in Nijmegen. En toen kreeg ze een berichtje van, ja, oh, ik moet, voordat ik naar Nijmegen kan, moet ik eerst nog terug naar mama. Want mama is ziek en iemand moet de hond uitlaten. En dat moet mijn kind dan maar doen. En dan denk ik, ja, dit doe je dan voor je moeder. En wat heeft je moeder ooit voor jou gedaan? Behalve jou in de rond te lopen commanderen en je dingen ontzeggen en nou, allerlei nare dingen. Vernederen. En ze ziet die moeder echt heel vaak hoor. Ze gaat wel 3 nachten in de week of zo slapen bij de moeder. En bij mij komt ze dan eens in de 3 weken, eens in de 4 weken even langs. Dat is het. En dan heb ik een hele tijd ongelooflijk zwaar gesopen. En dan kan ik me goed voorstellen dat ze in die tijd ja, geen zin had of zo. En ik kan er gelijk aan toevoegen dat in de periode voorafgaande aan het vrolijke gedrinkenbroer van mij, was dat ook al gaande. Dat ze meer naar haar moeder trok dan naar mij. Want haar moeder was de zieligste of zo. Ze zei ook een keer tegen mij, hè, mijn dochter, van ja, en mama vertelde laatst dat toen ik geboren was, toen was dat een hele zware periode voor mama, want ik was randprematuur geboren. En dan zo'n hemelse blik erbij, hè, van mijn kind. Ik heb er niks van gezegd, maar het is natuurlijk klinkklare nonsens. Door het feit dat je randprematuur geboren bent, houdt punt 1 in dat je dus niet in de couveuse hoeft. Dus er is verder helemaal wat dat betreft geen niks aan de hand. Wat het concreet inhield, was dat de zwangerschap 4 weken korter duurde dan gepland.
Zo, of 3 weken of zo. Nou, dat is alleen maar handig voor die moeder. Hè? Anders moet je de godganse tijd met het kind in de rond te lopen. Dus dat het kind alvast geboren is geworden en er waren verder helemaal geen complicaties of niks. En die moeder die kreeg van de werk ouderschapsverlof. Ze hoefde niet eens te werken. En ze hoefde daarvoor al niet te werken, want had ze zwangerschapsverlof. Dus ze had alle dagen vrij. Toen heeft ze een kind gebaard. En toen had ze alle dagen vrij. Waar is dan het zware stuk aan het leven? Dat je een kind hebt gebaard en dat je dat de borst moet geven? Ik ga toch weg. En ik weet dat in die tijd, hè, dat ze net dat kind had gebaard, dat ze dan een van de exen, die nodigde ze uit om dan te komen kijken als zij het kind de borst gaf, want die geilde erop om haar tieten in actie te zien. Titties in action! Dat krijg ik dan nog te horen ook, hè? Ik was overdag naar mijn werk. En ik krijg dan te horen van, ja, hij is weer langs geweest, want ja, hij geilt er wel op, hoor, die blote tieten van mij. Heeft hij ook een leuke middag? Ja, dat is inderdaad hartstikke leuk. De moraliteit is ver te zoeken. Ik ken een collega. Of een collega, dus die persoon heb ik samen mee gestudeerd. Hè. En die heb ik heel lang geleden. We hebben ooit gewerkt bij hetzelfde bedrijf. Zo zijn we begonnen. Ik had een baantje gevonden voor hem en voor mij. Zo zijn we in het programmeursvak beland. Ja, hele leuke tijd. Nou, ik kreeg de scheid aan het management van het bedrijf. Hij heeft er nog een tijdje gewerkt. Zo zijn we eigenlijk uit elkaar gedreven. En ergens in 1988. Toen had ik het plan opgevat om een eigen programmeertaal te gaan schrijven. En hij vond dat een belachelijk idee. Nou, zij wilde daar niet aan meewerken. En, ja, vergeet het maar. Toen dacht ik, nou oké. So be it. En nou hielden we wel zo een beetje contact, zo eens in het jaar of zo. Dan gingen we een biertje drinken of zoiets. En dan vroeg hij aan mij van, en waar ben jij zoal mee bezig? En ik zei, nou, ik ben nog steeds bezig met die programmeertaal. Oh. En waar verdien je dan je geld mee? Ik zei, nou, we maken boekhoudsystemen ermee. Dat lijkt me nogal een prestatie, denk je niet? Hè? Dat je een programmeertaal op de wereld zet. En kan je dan, terwijl je werkt aan die taal, kan je er ook nog financiële informatiesystemen mee bouwen. En vanaf dat moment, want dat sprak hem wel aan, vanaf dat moment was het van, ben je nog steeds met die boekhoudingen en zo? En ik weer tegen hem, ja, die boekhoudingen, dat is secundair, dat is puur voor de poen. Waar het mij om gaat, is die programmeertaal. Oh ja, ja, ja. Maar je zit nog steeds in de boekhoudsoftware. Ja. En dat is de laatste paar maanden geleden was er een begrafenisplechtigheid. En daar was hij ook. En hij kwam dus op me af. En ik had helemaal geen zin om wat dan ook. Ja, ik was erg ontdaan van het feit dat diegene overleden was. Dan sluit je toch even een periode af. Het was een studiegenoot. Gewoon mijn eigen leeftijd. En die van hem dus ook. Om het leven gekomen. Vrij jong. Zo die man was. 61 of zoiets. Ja,
Dus ik had helemaal geen zin in vrolijke praatjes of wat dan ook. En hij komt op me af met een hele grote glimlach. En hij vroeg mij van, en zit je nog steeds in de boekhoudsystemen? En denk ik, ja, de moraliteit is ver te zoeken. En met diezelfde persoon had ik ook, dat is alweer jaren terug hoor. Wow, zullen we zeggen, 11 jaar, 12 jaar geleden of zo. Had ik met hem en nog iemand anders, had ik afgesproken om, dat was toen een gewoonte van ons, en gingen we eens in het jaar, ging ik naar Wageningen toe, om daar dan een biertje te drinken en naar het eten te gaan. En het jaar erop kwamen hun naar Arnhem toe. En dan hetzelfde. Ik vond dat wel leuk. Ik was ook degene die dat dan elke keer het initiatief nam. En, maar goed, dat deed ik dan. Maakte me ook niet aan. Anyway, het was weer tijd. En ik was naar Wageningen gekomen. En de derde, die moest dan wat langer doorwerken of zo. En wij waren al op het terras en gingen lekker bier drinken. En ik was er toen achtergekomen met die aanslagen van 11 september, dat dat niet Osama Bin Laden was. Hè? En ik leg hem dat uit. Nou, hij wist van niks. Hè? Nou, ik denk van, ja, jongen, hij was ook computerprogrammeur. Hij zit ook elke dag op internet. En dan van niks weten. Dus ik leg het hem uit van, kijk, het zit zo in elkaar. Osama Bin Laden kan dat niet gedaan hebben. Dat kan ook helemaal niet. En hij bleef me maar schaapachtig aankijken. Van, ja, dat zeg jij nou wel, maar ja. Ja, in de krant zeggen ze er helemaal niks van. En, ja, ik weet nu even niet wat ik moet geloven. Ik weet nog dat ik toen ben overgeschakeld van het drinken van gewone glazen bier naar van die hele grote glazen bier. En hij dronk van die gewone. Ik dronk van die glazen, wat was dat wel niet, man? 0,3 centiliter of zo? Of nog meer? En die derde persoon, die kwam er niet. En toen die derde persoon dan uiteindelijk kwam, had ik al, ik weet niet hoeveel liter bier in mijn nek zitten. Ik was helemaal opgefokt. Van het onbegrip. Van zijn kant. Ik denk, jeetje. Jeetje, kreetje. Het is een landbouwkundig ingenieur. Die jongen heeft, net als ik, iets van 7 jaar lang op kosten van de eerzame burger die wel gewoon gaat werken. Hij heeft die uit zijn neus gefroten en zijn tentamens gehaald. Net als ik dus. Hè? En hij is echt behoorlijk intelligent. En ja, ik ook. En dan hoef je helemaal niet zo hard te buffelen. En alles komt eigenlijk aanwaaien. Nou, niet echt, maar vergeleken met mensen die echt heel hard moesten studeren of zo. Ik niet. Hij ook niet. Gewoon goed geheugen en je snapt het wel. En dan zoiets als die aanslagen van 11 september, dat zei me bottom line helemaal niks, man. Oh, 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 oh. Denk je, ja, hè, waar moeten we dan naartoe met de wereld? Maar voorlopig heeft de onbenulligheid vrij spel. Je kan er echt niks mooiers van maken. Dat is zoals het is, hoor. De onbenulligheid heeft vrij spel. En ik zie het overal. En het grote punt is dat het begint bij de moraliteit. En bij je besef van je metafysische bestaan.
Want dat is ook nog een keer zo, dat de wereld waarin we leven, die zit niet van toevalligheden aan elkaar. Ik weet niet waar dat in de Bijbel staat, maar het staat in de Bijbel. Niks is bij toeval. En dat klopt. En vanuit dat besef moeten wij gaan leven en gaan ervaren. Vanuit dat besef moeten we onze zegeningen gaan tellen. Vanuit dat besef zal alles moeten komen. En wij zullen die verandering moeten maken in onze eigen beleving van de wereld. He, dus neem die massale immigratie, om die maar even er weer erbij te sleuren. Ja, je kan er tegen gaan protesteren. Of je kan jezelf opstellen op die manier dat je denkt van oké. Het gaat allemaal om mij. En het gaat niet om Nederland of om het behoud van de blanken. Het gaat om jouw morele gedrag. En daar zit het verschil. Dan verleg je in elk geval het probleem naar een terrein waar er iets aan te doen valt. Ik ben al gestopt met drinken en maar het kost me niet heel veel moeite. En iedere dag stop ik met drinken. 'S Morgens vroeg. Nee, elke dag speelt het wel een keer door me heen. Of nou, niet elke dag, maar eens in de week speelt het door me heen dat ik denk van ja, het weekend staat voor de deur. Ik zou nu naar de supermarkt kunnen gaan en haal ik het oude recept. Wat kost dat nou? Is een tientje wiet, tientje tabak, is 20. En dan een tientje zwaar bier of zo. Nou, dat is te veel. Maar voor 6, 27 euro ben ik onder de pannen. Maar ik doe het niet. En zo doe ik er wat aan. Aan mijn eigen morele leven. En dat bevalt me goed. Toen ik me, wat was met mijn dochter nou laatst? Ze zou bij me komen eten. En dan belt die Trilolino, die belt af. Ik zei, wat nou? Je zou toch komen eten? Ja, maar ik heb het druk en dit en dat en zus en zo. Ja, ze zit wel elke week bij de moeder. Hè? Ik zeg, ja, ja. Ik zei, nou, ik ben er niet echt blij mee. Nou, zei ze, je moet begrip hebben voor de situatie aan mijn kant. Want jij bent ten ene gestopt met dat middelengebruik. Zo noemt ze dat dan, middelengebruik. Dus tabak, wiet en alcohol. Ja, en aan die gedachte moet ik nog steeds een beetje wennen. En ik ben dat dan weer van, ja. Wat is dat nou weer? Ik moet eraan wennen dat jij niet meer elke dag bier drinkt. Hoezo moet je daaraan wennen? Is dan daar weer een probleem mee? We hadden toch een afspraak? Ze zou me 3 weken weer komen eten. Punt, dat was de afspraak. Dus ze gaat 1, 2, 3 keer in de week eten bij de moeder. Nou, eens in de 3 weken 1 keertje bij de vader. Ja, dat is dan niet zo ingewikkeld. Nee, dan krijgen ze een kutsmoes te horen.
Sorry dat ik kut zei. Dan krijg je zo'n klotensmoes te horen. Ja, kijk, ik trek het maar gewoon een beetje simpel, hoor. Ja. Ja, ik kan mijn eigen gedrag naar mijn kind toe verantwoorden. Op dan die periode na dat ik zoveel gesopen heb. Maar ja, toen was mijn kind al, wat was het dan? Was het 16, 17 of zo. Dus. Ze kwam toen al bijna niet meer bij mij. Was voor mij ook maakte het voor mij makkelijker om dan grote vrienden te worden met mijn bierverstrekker en mijn wietverstrekker en mijn tabakverstrekker. Ja. En mijn wandelende genieën uit de kroeg. Ik wil de schuld niet op haar afschuiven, hoor, maar. Maar het is voor een deel wel zo. Punt. Ja, zo is dat. En dan denk ik wederom, de moraliteit is ver te zoeken. En we hebben toch die weg te gaan. En ik weet dat er dan mensen zijn en die zeggen, ja, maar Perry, jij bent een bijbelgelovende christen. En wij niet. Dan denk ik, ja. En waarom jullie niet? Omdat de Bijbel ouderwets is? Je hebt hem niet eens gelezen. Ja, toch. Dat is toch hoogst irritant. Wel een mening over een boek, maar je hebt er nooit een pagina van begrepen. En bedenk goed, hè, dat zo'n gigant als Arthur Schopenhauer, als die het heeft over religie, dan. Hij heeft een stukje in zijn hoofdwerk, dat heet De Wereld als Wil en Voorstellingen. Nou, daarin zit een stukje en het gaat over religie. En dat is op de Nederlandse markt gebracht als een klein stukje daarvan. Wist ik eigenlijk niet. Ik dacht, oh wat leuk, iets nieuws van Arthur Schopenhauer. Maar dat was helemaal niet niks nieuws, ik had het al. Want ik heb De Wereld als Wil en Voorstelling heb ik hier in huis. Ja, in ieder geval dat boekje met die stukjes erin over religie. Dat is op de Nederlandse markt gezet met als titel. Is ook weer De Kunst van Vrome Leugens. En. Ja, daarin neemt Schopenhauer twee standpunten in. En het ene standpunt is dat hij zegt van ja, als je mij begrijpt en je snapt dat er een wil is die alles veroorzaakt, dan weet je eigenlijk genoeg. En dat andere standpunt is van ja, maar mensen kunnen die eenvoud van het diepe besef niet. Hoe moet ik zeggen? Voor veel mensen is het te eenvoudig om aan te kunnen nemen. Die hebben meer input nodig en meer verhaaltjes voor het slapen gaan. In plaats van dat je zegt, er is een wil en er is een voorstelling. En die voorstelling, samen met die wil, dat is de wereld. En er is maar één wil. Dus er is niet zoiets als een vrije wil, er is de wil. That's it. Je hebt de wil en de vrije keuze. Staat iedereen vrij om zijn leven naar de Rajmede te helpen en dat van een ander ook. Maar dan ga je in tegen de wil, die dat niet wil. Want de wil, die wilde ooit de wereld.
Nou, dat van Schopenhauer, dat sluit helemaal aan bij de inhoud van de Bijbel natuurlijk. En daar heb je dan al die leuke verhalen. Schopenhauer heeft zo'n stukje geschreven en het heet Over vrouwen. Daarin gaat hij toch eventjes even de paaltjes neerzetten waar het gaat over het... Zoals Gerard Reve dat zo mooi benoemde, die reetridder, de onwelriekende gleufbrigade. Ja, dat je even weet hoe het staat met de moraliteit in Nederland als het vrouwelijk geslacht zo benoemd wordt, hè? Door een reetridder. En dan gaat Schopenhauer eventjes tekeer over het vrouwelijke geslacht. Ja, je kan ook Genesis erbij pakken met de zondeval. Dan snap je hem ook in één keer. En zo was het. Zo is het en zo zal het voorlopig zijn ook. En vrouwen hebben zich te schikken naar de man. En als ze een man hebben waar ze zich niet naar kunnen schikken, dan is het pech gehad voor die vrouw, had ze een andere man moeten kiezen. Het is ellendig, maar zo hoort het te zijn. Namelijk dat de man, ja, moreel gesproken de baas is. Vrouwen hebben daar echt, ja, die kunnen dat helemaal niet, man. Ja, ik zag dat gisteren, ik heb er een beschouwing over gehouden. Kindermishandeling, nee, mannenmishandeling in de Albert Heijn. Het ging om een kind, by the way. Een jongetje van 3, 4 jaar. Die werd gepest door zijn zusje, zijn moeder stond erbij en die moeder zei er helemaal niks van. En jongetje ging uiteindelijk ging dat jongetje uit zijn plaat, joh. Oh. En het zusje bleef hem maar treiteren en bleef hem maar treiteren. En die moeder lekker de andere kant uitkijken. Een man had het niet gepikt. Tenminste, een man zoals ik had dat niet gepikt. Ik had tegen dat meisje gezegd, als jij zo doorgaat, dit laatste waarschuwing, als jij zo doorgaat, dan ga je buiten de supermarkt wachten tot je broertje en ik klaar zijn met boodschappen doen. Goed begrepen. Als jij je niet weet te gedragen, dan ga je me op de stoep staan wachten. Punt. En we gaan niet elkaar lopen pesten. En die moeder, die keek de andere kant op. Terwijl ze ernaast stond. Dat zie ik aan vrouwen, hoor. Dat is veel punten zie je dat. Dat ze grof zijn in hun woord. Nee, is niet echt. Het gaat niet echt goed met die bevolkingsgroep. Was mijn dochter ook, had ze heel verhaal tegen mij van ja, een vrouwen in het bedrijfsleven die krijgen voor dezelfde functie, terwijl ze dezelfde opleiding hebben, minder betaald dan mannen. Ik denk, ja, dat is nogal wieders. Als er overgewerkt moet worden, dat is vastgesteld, hè? Dus als er overgewerkt moet worden, dan zijn het de mannen die bereid zijn om over te werken. Meer dan vrouwen. Ja. En mannen zijn collegialer. Mannen zijn vriendelijker in hun woord. Dus ik was een keer aan het werk en een vrouw die was verantwoordelijk voor de logistiek.
En een of andere toeleverancier die had de verkeerde spullen gekregen en die kon dan niet komen met wat zij of de organisatie waar ze voor werkte nodig had. En ze gingen me toch tekeer tegen die kerel, zeg? Dat gesprek liep helemaal uit de hand. En toen moest er een man bij komen. Het gesprek werd dus beëindigd, abrupt. En die man is iets aan de andere kant, die toeleverancier, die dacht van ja, bekijk het maar. Maar hier aan mijn kant, ik kan geen ijzer met handen breken. Dan kan je wel heel boos worden, emotioneel gaan lopen blaren. Maar ja, daar worden de rozen niet rooier van. Hè? Dus dan zeiden ze, oh. Ja, toen had ze helemaal een groot probleem. Want nou was die toeleverancier nog een keer pist of ook. Er was al een probleem, namelijk dat die toeleverancier niet de juiste spullen had gekregen. En wiens verantwoordelijkheid was dat? Nou, ik denk die van haar. En dan gaan we maar een beetje lopen blaren. Ja, ja. En toen een man erbij gehaald. En ik volgde dat allemaal. Ik was er aan het werk. Deed iets anders, maar ik kon het van me volgen. En die man zo over de speakerfoon. Ja, hallo, ja, Gerard hier. Hé, hey, Karel. Ja. Zeg, ik hoor dat er een probleem is. Nou ja, wat is er nou precies aan de hand dan? Oh, dat. Oh, zei hij. Nou, en dan Gerard, die... Gewoon in 3, 4, 5 stappen was hij het met Karel erover eens dat een en ander zou opgelost kunnen worden. Ja, niet met 100% stelligheid, zekerheid. Maar van hun kant, hè, dus de organisatie zelf, zouden ze voor dat en dat gaan zorgen. En dan zou Karel zou er dan voor zorgen dat hij de volgende ochtend klaar zou staan met een mannetje of wat in een team om dan aan de slag te kunnen. En dan hoogstwaarschijnlijk zou het dan toch voor de deadline allemaal klaar zijn. Maar niet 100% zeker. Nou, zei die man, Gerard dus, van de organisatie zelf. Die zei, oké, dat is prima genoeg. Laten we het zomaar gaan proberen. Nou, in goede vrede afscheid genomen. En toen kon hij weer aan zijn eigen werk. Ja. En tegen die vrouw nog even gezegd, van, ja, je hebt nou gehoord. Je moet er dus wel voor zorgen dat voor 10 is er bij die organisatie in Heer Hugo Waard, is daar de A, de B, de C, de D en de E. En desnoods moet je maar een snelkoerier regelen, maar het moet er wel om 10 uur zijn. Ja, ik zal ervoor zorgen. Ja. Nou, ik kan het niet veel mooier maken, snap je? Je ziet het de godganse tijd in je omgeving, man. Zo be het. Hè? Zijn vrouwen die zich niet kunnen gedragen. Meer dan mannen. En dan willen ze wel hetzelfde loon. Nou, dat gaat ze niet lukken. Het was zelfs dat ik... Een vrouw, er was een directeur, algemeen directeur van een softwarebedrijf in Amerika. Die dus op een congres zei waar zij een lezing mocht houden. En dat zei zij, ja, ik neem geen vrouwen meer aan als programmeur. Want als er overgewerkt moet worden, dan zijn dat degenen die als eerste naar huis gaan. En dan zitten uiteindelijk om 10 uur 's avonds alleen de mannen zitten en nog. Nou, doen we dan alleen maar mannen. Als het zo werkt. Laat die vrouwen dan maar zitten. Het was een vrouw die dat besloten had. Snap je? De moraliteit is ver te zoeken. En we doen alsof er niks aan de hand is. En dat slaat nergens op. Dat kan niet. Want er is wat aan de hand. Er wordt tegen ons gelogen door de overheid, door de media. En onze gezinnen en onze families, daar klopt echt helemaal geen deuk van. Dat was het nou laatst, dat ik zat op het terras en er zat een jongen en een meisje.
Ja, of een jonge vrouw en een jonge man. Een jaar of 20 of zo. 21 misschien. En er was de nacht daarvoor was er een wild feest geweest. In Arnhem. En ze moesten allebei met de trein naar Nijmegen of zo. En ze dronken nog even wat op het terras. En dat meisje vertelde dat ze de nacht had doorgebracht bij een jonge man. Die had haar mee naar zijn huis genomen. En ze dacht, oh wat aardig van hem. Nou weet je wat, dan ga ik op mijn rug liggen, doe ik mijn knieën uit elkaar. En dan gaan we gelijk maar even kijken hoe diep mijn vochtige grotje is. Kortom, ze had seks gehad met die gastheer. Terwijl die man dat niet eens, daar had hij het niet eens op aangestuurd. En zij zeiden ze ook tegen die jongen, waarbij ze nog even wat zat te drinken voordat ze op de trein zouden stappen naar Nijmegen. Zei ze tegen hem van ja. En die jongen was eigenlijk heel verbaasd en die had tegen mij gezegd, nou jij bent makkelijk. Hem was het alleen maar om gegaan, want nou, dat meisje moest ergens slapen en dat mocht wel bij hem. Op zijn kamer. En het meisje dan zo tegen die andere jongen van, nou zeg, wat een opmerking van die vent. Hij zegt dat ik makkelijk ben. Nou, ik zeg dat hij makkelijk is. Ik denk, ja, het zal je dochter maar zijn, hè? Dus ik mag hopen dat mijn dochter niet zo is. Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat ze zo is, maar aan de andere kant ben ik misschien daarin dat ik maar het liefste geloof in dat wat ik graag in wil geloven. Dat kan ook. Ik heb het met haar niet over dat soort dingen. Ik heb haar wel om zien gaan met vriendjes en dat won ik niet echt per se. Nee, daar kreeg ik geen warm gevoel van. Ze liep die jongens af te bekken, joh. Een hele grote mond tegen zo'n jongen die dan echt niet wist wat hij fout had gedaan of zo. Die ook dan zo'n beetje hulpeloos naar mij keek. Van, snap jij het nog? Ik zei altijd van, ja jongen, dit snap ik ook niet. Nee, het is een mooie boel in deze samenleving. En dan zie ik zo'n getuigenis van zo'n vrouw die dan vertelt dat ze allerlei dingen is kwijtgeraakt. En vanuit haar familie alleen maar verdachtmakingen en allerlei lullige dingen. En dan denk ik, ja, vind ik wel zielig hoor. Tja, gedeelde smart is halve smart. Ik kan tegen haar zeggen, nou, ik heb het ook niet zo leuk. Maar ja, wordt ze iemand er blijer van? Zo. Ik hoop het voor haar, dat wel. Ik wens haar al het goede. En ik wens jullie ook al het goede. Hè? Want er komen andere tijden. Dat weet ik zeker. Ik weet alleen niet wanneer. En ik denk, voordat er andere tijden komen, dat het eerst nog een heel stuk slechter gaat worden. Ik denk dat dit nog lang niet slecht genoeg is. Maar ja, wie ben ik? Ik kan in ieder geval niets voorspellen. En zeker niet als het om de toekomst gaat. Grapje. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie, tjus. En dag lieverds.